De Formule 1 is weer terug na een weekje rust. Dit weekend is het legendarische circuit in de Belgische Ardennen, Spa-Francorchamps, het strijdtoneel. We nemen de aanloop na deze race nog even met je door en maken een rondje langs de socials van alle coureurs. Denk je aan het einde van deze video, hey, dit is eigenlijk best wel leuk? Vergeet dan zeker niet te abonneren op dit kanaal. Het weekje rust heeft Max Verstappen duidelijk goed gedaan. Nederlands Trots deelde deze foto op zijn Instagram-account. Zijn moed kunnen we aan de hand van dit beeld wel raden. Dat Verstappen zo goed in zijn vel zit, is natuurlijk niet zo gek na de resultaten in Groot-Brittannië en Spanje. Laten we hopen dat Verstappen dit weekend weer kan gaan verrassen. Het liefst is Renault-coureur Daniel Ricciardo de hele dag buiten. De Australiër beoefent graag andere sporten om in shape te blijven. Vanuit zijn basis in Europa, Monaco, trok Ricciardo naar het Franse Hogebergte om zich voor te bereiden op de Belgische Grand Prix. Ricciardo die maakte flink wat hoogmeters op zijn mountainbike. Gewapend met de GoPro ging Ricciardo op pad. Gelukkiger dan dit kun je hem denk ik niet krijgen. En Lewis Hamilton die arriveerde in stijl op Spa-Francorchamps met zijn trouwe viervoet aan zijn zijde. De regerend wereldkampioen laat weten uit te kijken naar de Grand Prix, zeker omdat de regen voorspeld is. Romelita pelt de Belgische circuit uit met Nederlandse fans die er een heerlijke sfeer van weten te maken. Het zal dit weekend wat dat betreft een stuk stiller zijn en dat vindt Hamilton natuurlijk ook jammer. Voor Charles Leclerc is het raceweekend er met mixed feelings. Zijn goede vriend en generatiegenoot Antoine Hubert overleed vorig jaar tijdens het raceweekend op Spa. Dag later won Leclerc de race en droeg hij de zegen op aan zijn overleden vriend. Denk het aan Hubert, die uitgebreid wordt herdacht voor de Formule 1 race, deelde Leclerc al een herinnering aan hem op Instagram. En net als Leclerc kende ook Pierre Gasly Hubert goed. Het eerste wat Gasly deed na aankomst op het circuit was het leggen van bloemen op de plek waar de Fransman vorig jaar overleed. Voor de vrienden van Hubert, zoals Gasly en Leclerc, is het weekend net even wat emotioneler dan anderen. De start van de Tour de France begint vandaag in Nice en Ferrari maakt alvast een knipoog naar de grote wielerwedstrijd van de wereld. De zogenaamde trackwalk werd door Sebastian Vettel en zijn team per fiets afgelegd. De fans van Ferrari wisten wel raad met deze post. Nog steeds sneller dan de SF1000, reageerde een van de fans. Doelend natuurlijk op de langzame auto van dit jaar. En we sluiten deze social wall af met dezelfde coureur waar we de aflevering mee begonnen. Zijn moeder Sophie Kumpen zocht haar zoon op aan Côte d'Azur in Frankrijk. Twee hadden een gezellige lunch samen. Het bijschrift van de foto is veelzeggend. Een zoon is de anker in het leven van een moeder. En goed, dat was hem dan, de Social Wall voor deze week. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan zeker niet te abonneren op dit kanaal. En ik zie jullie weer bij een gloednieuwe video morgen, hier op GP Events. Hoi!